Welkom bij Sandra Stokmans Fotografie. Je hebt vol toewijding, met aandacht en liefde een evenement of die belangrijke bijeenkomst voorbereid. En alles loopt op rolletjes dankzij de goede voorbereiding. Dan is het evenement voorbij. Ach, wat jammer dat het ineens over is, toch? Het evenement vraagt ook een grote investering. Is het dan niet zonde dat je het evenement en de beleving daarvan zo snel vergeet? Foto's en korte video's helpen je deze momenten waarop mensen op hun mooi zichtbaar zijn steeds weer even her te beleven. Je trots te delen met de buitenwereld. En deze authentieke beelden kunnen je imago, je bedrijf helpen verder te versterken. Met een in verhouding best overzichtelijke investering kun je het rendement en de opbrengst van het evenement dus eenvoudig vergroten. Van die foto's waar ze het evenement echt maximaal beleven, die maak ik. Ik maak foto's omdat ik graag verhalen vertel met beeld. Die je helpen jouw verhaal te vertellen. Die je bedrijf gezicht en kleur geven. En die zorgen voor herkenning en vertrouwen en verbinding oproepen. Ik neem je mee naar het moment, betekenisvolle momenten. Door uit te vergroten van klein naar groot. En het begint dan bij het grotere verhaal. En dan gaat het om de kleine momenten. Door de bijzondere details uit te vergroten leg ik momenten vast met emotie, gevoelens of sfeer die mensen gaan voelen en gaan herkennen. Foto's maken die symbool staan voor het doel van de bijeenkomst. Foto's die de energie of emotie weergeven van het evenement. Foto's waarbij iedereen die ertoe doet vastgelegd is. Foto's die een bijzonder mooi of stil moment laten zien. Foto's die een gevoel of emotie van een deelnemer of deelnemers weergeeft. Foto's die een bepaalde interactie van deelnemers vastlegt. Foto's die meerdere keren gebruikt zouden kunnen worden, waardoor ze de investering in de foto's verlengen. De maximale beloning is dan dat bij het zien van de beelden je trots voelt. Ik zie er echt naar uit om ze met anderen te delen. Super! Sandra heeft een prachtige reportage gemaakt van een belangrijke dag in onze bedrijfsgeschiedenis. Je kunt niet anders dan breed uitlachen als je de foto's bekijkt. En nog eens, en nog eens. Ik bedank je voor het kijken en hopelijk spreken we of zien we elkaar binnenkort.